Ja, perfect, dat is heerlijk. Fantastisch. Leuker dan sneeuwscooteren. Lekker rustig. Doe, mooie paardjes. Komt allemaal goed. Autorijden. Peter, net klaar met de honden. Dat is niet echt heel erg digi, hè? Nee, helemaal niet digi. Maar wel erg leuk. Ik moet zeggen, de beesten hadden het wel zwaar. Want wij zijn natuurlijk best wel wat voor formaat. En er stonden 6 honden voor. Die hebben zich echt in het zweet gewerkt en wij ook, want dan moet je meelopen. Dat was wel erg leuk. Ja, Vincent, leg eens even uit hoe dat gaat. Nou ja, als je er achterop staat, dan moet je die honden eigenlijk een beetje helpen. Zeker bij het optrekken met onze gewicht. Ja, dan moet je even meesteppen. Totdat die honden een beetje vaart hebben en dan trekken ze het wel. Hey, hoe vergaat de rally voor jullie? Want het is goed om op de rustdag even een beetje terug te kijken. Nou, wij doen dat eigenlijk een beetje zeg maar, op de sloomstand. En dat kan nu erg goed van pas, want we zijn het klassement gestegen. Want iedereen reed hard en wij hebben ons keur in de snelheid gehouden. En dat was belangrijker als bonuspunten, blijkt achteraf. Dus ja, ik geloof dat we op de 11e plaats staan. Dus nu toe gaat het heel erg goed. Zo, Allard, zit je nog even een beetje uit te puffen van het zware hondenritje? Ja, ik zit eigenlijk een beetje uit te blazen. Ja. Het was best een stevig ritje door het bos heen. Af en toe een beetje meesteppen en om die honden een beetje gang te houden. Ja, we moesten toch voorop blijven liggen, hè. We moesten de naam hoog houden. Dus nee, het was leuk. Het was fantastisch mooi door de bos heen. En die rust om je heen en die werkende honden, dampend van de inspanning. Nee, dat was fantastisch. Mooi evenement zo op die fundag. Ja, geweldig.